Ja, ze was hier aan de vooravond van de Grote Prijs van Nederland in 2009 en die won ze. En nu is er het debuutalbum De Koek door de NRC een wonder van Nederlandstalig vernuft genoemd, Eefje de Visser. Welkom. Dankjewel. En toen was je nog singer-songwriter. Ja, we hadden het er net al over. Ja. En inmiddels staat er een hele band. Ja, dat is waar, ja. Ben je dan nog steeds singer-songwriter eigenlijk, of niet? Jawel, ik schrijf echt mijn liedjes alleen met de gitaar. En dat komt helemaal zo in mijn eentje tot stand. Maar als ik de studio inga of met de band speel, dan vind ik het wel heel tof om het heel erg uit te werken. En om het wat minder klein te houden eigenlijk. Ja, altijd en, klein in ieder geval. Ja, en Fiona Apple... Ik had eerlijk gezegd nog nooit van haar gehoord, zeg ik je heel eerlijk. Dat is jouw inspiratiebron, hè? Een van de inspiratiebronnen, ja. Ik ben wel echt vanaf mijn 13e al heel erg... staat ze echt op nummer 1 voor mij. Ken jij haar, Carice? Fiona Apple? Ja. Goed? Ik ken maar een paar nummers, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik ken haar wel, ja. Ja, we gaan even... Dus jouw inspiratiebron, korte flart. Weten we waar het gaat. Sorry, you got me to find my way into your heart from under your skin. You can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Ja, enzovoort, enzovoort. Maar nu gaan we naar jou luisteren. Ja. Wat ga je zingen? Ik ga Afdwaald zingen. Afdwaald? Afdwaald. Met een T aan het einde. Afdwaald met een T aan het einde. Zet hem op! En ik zat naast je bereden, overwegen tussen weilanden. Ik was haast vergeten hoe je was, gewoon hoe je was. En de stad kwam steeds dichterbij. We zouden eten in een rustig restaurant. En dan namen we de tijd om te praten, om alles eens uit te spreken. We zijn net twee volwassenen, zo samen gezellig uit eten. En ik luister aandachtig, je luistert aandachtig maar. Ik zeg, ik zie dat je afvalt. Weet je zelf nog wel voor welke wereld je bent? En afwezigheid, ja.